Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep. Hartelijk welkom bij de Sport Arena. En vandaag in de Sport Arena heel veel Erik Meijer. Oftewel, Koos Werkeloos is terug hier aan de Sport Arena toch wel. En de jong, de heid, een klein beetje steun nodig. Dus vandaag een Erik Meijer special in de Sport Arena. Maar natuurlijk hebben we onnog meer. We hebben de gouden schoen, de verkiezing van Limburgs beste voetballer. We hebben een terugblik op de tweede finale wedstrijd tussen de OCI Lions en Volendam. En kleine vooruitblik hier aan Toffel met Erik op de laatste wedstrijd morgen zondag, dus in Volendam. En uiteraard hebben we ook een club van de week. En dat is deze keer de mensen van de Heuveland Vierdaagse. Ho! Ja! En hier aan de bar aangeschoven Frits Mullendert en Jo Eikenboon. Hartelijk welkom, heren. Hallo. Inmiddels ook al vaste gasten. Bijna wel, hè? Ja. Ik begin hier met, als dat mag, en ik vroeg ook om het geliek even te laten zien. De affiche, de Heuveland Vierdaagse, 9 tot 12 augustus. Erik heeft me een vraag ingefluisterd al. Wie lang duurt het? 5 dagen. Heel flauw, hè? Heel flauw. De Heuveland Vierdaagse. Ik heb me laten vertellen dat is tegen alles wits van de route. Ja, want de route is jouw route, daar weet ik van eigenlijk alles van. Want ja, ik zet ze uit, dus ik weet alle plekjes. En ik weet ook waar de wandelaars, waar die straks gaan lopen. Dat heb ik al allemaal gedaan. Ik wil heel even terug naar dat uit zitten. De mos ergens beginnen. Ja. Wie duist dat? Wat bepaalt waar het begint en waar ze dan heen lopen? Ja, dat is de kind eigenlijk het Heuveland. De kind een pijtjes. En de ene keer zei ze, ik wil dat, die bijzonderheden in het parcours wil ik erin hebben. En dan gaan ze dus die wegzoeken, waar ze langs leuke plekjes kunnen. En dat bepaalt eigenlijk van wie de route gaat lopen. Maar zit ze dan toe achter de tofel dat ze denkt van ik moet door en door. En dan gaan ze dat er nou lopen? Of? Nee, dat kan ik zo te koop. Maar de wedstrijd niet precies wie lang het is, of wedstrijd ook allemaal uit de koop? Gevoel. Ja? Echt gewoon. Ik kan op gevoel lopen. Omdat ik weet, als ik zo lang heb gelopen, heb ik zoveel kilometer. Dan kan ik, waar ik heb, zal maar zeggen, in een kilometer of 400 meter neven zitten. Maar dan heb ik het ook gehad. Ja. Ik denk, elke wandelaar die heel veel loopt, dan loopt op gevoel. Ik kan ook zeggen, hey, dit wordt 7 kilometer, wordt te lang. Dat weet ik zeker. Maar omdat ze heel veel loopt, hebben ze er ook gevoel bij. En ja, dat is misschien heel lastig goed te leggen naar lui die dat niet hebben, maar dat is zo. En wie zet ze dat er nu? Dus het ieder jaar een ander parcours? Ja. Want ik kost me herinneren vorig jaar dat nog een stukje door België ging, als ik het goed heb. En dit jaar niet meer, hè? Jawel, vind je ook van Nederbaas geweest. Ook, dan is het dat. 2 jaar geleden zijn we wel door België en dit jaar gewoon zelfs 2 keer door baas. Gewoon op de donderdag. Gewoon voor richting Sint Maarten voeren en de vrijdag gewoon voor schaven voeren. Ja. Dus, en dan loopt het dan toch over verschillende parcours. Eén keer gisteren richting, zeg maar, Kedier en Keer en Riekel, om naar Schavenvoer te gaan en naar Sint Maartensvoer te gaan. Dan gaan ze, zeg maar, via Blankenberg, Banholt en dan loopt ze een heel andere streek. Ja. Dus maar dan komt ze toch eigenlijk weer aan de voerstreek goed. Ja, en wat wil ze er per se in en boven? Ligt dat voor je hoort het jouw angst? Dat nou, wat belangrijk is voor mij, voor een parcours, is dat de pijtjes. De lui moeten zich vrievullen. Er moet geen verkeer zijn. Er moeten vrie kunnen lopen. Er moeten kunnen genieten van de Limburgse natuur. Van de schoon plekjes. Er moet heel onbevangen zijn. Er moet een vakantiegevoel er een overhouden. En dat is eigenlijk de Heuveland vandaag. Ja, dat is dus echt gewoon genieten van het Zuid-Limburg, van de heuvels, van de sfeer. En de eigenschappen wat het landschap biedt. Hè. Ja. Dat is eigenlijk ook de ondertitel van zeggen dat dit wandelen en genieten. Ja. En dat is het gewoon 4 dagen lang. Dat is ook het verschil, Frits, met Nijmegen dan, hè? Een ganz ander uitgangspunt. Hè? Dat toch echt meer het presteren. Daar is de prestatie staat daar bovenaan. En bij ons is het toch gewoon van als je een dag gaat minder wilt lopen. Hè? Want voor de 5 afstanden. Hè? De 7, de 14, 21, 28 en 42. En bis je een dag gaat minder, dan ga je een kilo van een afstand. Per dag kent ze dat. Dus zou je het per dag kunnen wisselen als je bijvoorbeeld een slecht of een goeie dag hebt. Of je het bloren hebt gekregen. Bijvoorbeeld, of het wordt te warm weer. Ja, dan is het ook handiger om en vroeg te vertrekken en misschien geen 42 te gaan lopen. Dan ben je echt onder die stralende zon best lang wandelen. Maar dan denk ze, dan maar eens 21 deze keer. Dus dat is dan bij ons wel mogelijk. En dat is inderdaad een verschil met Nijmegen. Moest ze echt die 40 of die 50 moeten lopen voor dat spengstje, voor dat kruisje. Ja. Hoeveel keer organiseert je dat nu?
De 24e steeds schaand bovenaan de afstrik voor. Daarvoor vroeg ik. Mensen toezeiden dat niet. Nee. Dus extra aandacht voor de jubileumeditie. Ja. Heel veel aandacht. Voor het spetterend jubileum. Alleen, ik kan er geen enkel woorden van vertellen. We hebben top secret. Nee, maar, jongens. Ja, ik wil het verklappen. We zitten bij TV Limburg, we vertellen het niet. Ja, nee, alleen. Goed, ik zal het vertellen. Ja. We gewoon historisch boven Valkenberg hangen. En we gewoon onder de grond historisch. We gewoon over de ruïne heen. Geweldig. Het zegt, dan kan ze normaal niet komen. En we gewoon de gemeente grot in, zeg maar... het historische van Valkenberg onder de grond te beleven. De wandelaar te laten beleven. Dat lijkt me al fantastisch. Ja. Daar hebben we een roofvogelshow op de ruïne. Dus of voor de jeugd is het te doen. Dus dat hebben we allemaal geëngageerd. Bij de opening hebben we een feestelijke opening dit jaar. Heel erg feestelijk. En natuurlijk, wat doen we niet met die vierdaagse? En voor op 17 augustus hebben we voor de vrijwilligers... die methalen van de 24-7 of vierdaagse. Ja, iets heel bijzonders. En dat mag niet verklappen? Dat mag absoluut niet verklappen. Ja. Want ja, dan is de verrassing voor hem. Ja. Op de volgende zaak. Maar het vind ik altijd mooi, vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kent ze helemaal niks meer. En je hebt er een heel aantal. Dat zit al wat hier is. Er zit een select klein gezelschap. Voorzien met 120 vrijwilligers. Ongelooflijk. Dat is inderdaad ongelooflijk. En daar moest er ongelooflijk trots op zijn. Ja, tot die ik. Mensen door hun hart en ziel in willen storten. Om dan toch... ten gunste van die 6000 wandelaars die we gewoon verwachten, om daar toch weer de hand- en spandiensten voor te gaan verrichten. Ja, daar wou ik naartoe. Je verwachtte 6000 wandelaars. Ja. Stel, er zijn mensen die zien nu het programma, die denken van... hey, dat lijkt me leuk om... kind zelf kijken welke afstand ik wil daar aan meedoen. Kunnen die gewoon er naartoe komen? Moeten die zich inschrijven van tevoren? Ja, alles is mogelijk. Ze kunnen zich van tevoren inschrijven. Tot 1 juli krijgen ze nog een korting. Dus dat is altijd aantrekkelijk. Kent dat via de website? Kent via de website, www.heuvelandvierdaagse.nl. Nou, heuvelandvierdaagse.nl, dus, dat is zeggen, dan kun je dat sowieso terecht op onze website. Maar je kent zich ook zelfs de woensdag en de donderdag, dus woensdag de 8e en donderdag de 9e, kent ze er gewoon nog opgeven in Bergen te Bliet, bij de startlocatie. Ja. En je kent ze op dat moment aangeven welke afstanden tot ze wilt lopen. Dus geen enkel probleem. Iedereen kan nog tot en met de 9e zich opgeven om te komen wandelen. En met welk aantal zin je tevreden? Is dat die 6000? Of, nee, want ik heb het idee dat jij niet uit wilt groeien naar een evenement voor 50.000. Nee, absoluut niet. Nee, we moeten wel kijken dat voor het beheersbaar houden, dat het leuk blijft voor de wandelaar. Dat we vooral dat vakantiegevoel overhouden. Ja. Dat de wandelaar dat blijven beleven. Dus een moment, zullen we zeggen, moet we misschien wel zeggen van, hey, dit is de limit. En, maar daar zijn we nog niet aan toe, want we hebben Feuntje-Hover de routes, we hebben 3 routes per dag. Dus die 6000 die lopen niet over één paard, die lopen verdeeld over die 4 dagen 3 verschillende routes. Dus op elk parcours zit zeg maar gemiddeld 2000 mensen en dat is te behappen. Ja, zoals die 6000 man over één parcours. Ja, dan wordt het al gedaan. Dat wordt al een beetje logistiek was rekening. Dus je rustplaats. En die mensen, die blijven s'avonds dus allemaal in het Heuveland ergens vannacht slopen. Ja. Voor Valkenburg-omgeving is het gewoon een hartstikke groot evenement. Want de horeca vaart er wel bij. Ja, die moeten er overnachten, die moeten er eten. Dus wat dat betreft is Valkenberg wel blij met dat evenement wat we verder hebben. Ja. Ik denk niet dat ze een kamer vings in die periode rondom Valkenberg. Dat waar ik me aan dat liet me duidelijk. Want de meeste deelnemers zijn onder van Boete Limburg. Als je ziet naar die 6000, laten we dat getal maar even gemakkelijk aanhouden, dan komen er een 2000 van Limburg. Hmm. En 4000, goed, de rest van Nederland, onder van het buitenland. Dus 2/3 van Boete Limburg. Ja. En trouwens, van Limburg is ook Noord-Limburg, dus die moeten allemaal blijven overnachten. Heren, ben ik het vergeten? Wilt je nog iets aanstippen van de Heuveland Vierdaagse? Ik zou zeggen, kom naar de Heuveland Vierdaagse. Blijf de 24e Heuveland Vierdaagse samen met ons. En maak er een geweldig feest van. Beetje wandelen, beetje gezelligheid, zoals een pilsje. Beetje. Ik zou zeggen, 9 tot en met 12 augustus, de Heuveland Vierdaagse. Heren, bedankt en geniet er nog van. Goed zo. Merci. Wij gaan verder met tophandbal, want dat is het zeker als we het over de OCI Lions hebben. Ze hadden de eerste wedstrijd in Volendam gewonnen. De tweede wedstrijd afgelopen maandag in Glanerbroek geleen. Doen we nu even een nabeschouwing op. Met 1200 bezoekers zat Glanerbroek maandagmiddag bomvol. En terecht, want de Lions zouden bij winst tot kampioen van Nederland gekroond worden. En ook uit Volendam was een heel contingent supporters meegekomen, want hun ploeg ging strijden voor de laatste kans. De sfeer zat de vooraanvang in elk geval goed in.
dan de wedstrijd. Langens bouwt hier aan de eerste aanval. Andreas Kittel, bezig aan zijn laatste seizoen in Geleen, springt hoog, maar zijn schot vindt doelman Kappel. Er zat ook nog een verdedigend handje bij, maar Kappel pakt de eerste bal en dat zou niet de laatste zijn. Even later weer een aanval. En het schot van Verjans, maar dat gaat naast het doel. Marco Vernooy dan, recht op Kappel. En zo wil de ballen voor de Lions niet in tijdens die beginfase. Volendam dan, met Adams. En die laat zien hoe het wel moet. De Geleener scoort en zou ook een geweldige wedstrijd spelen namens Volendam. Volendam begint zeer sterk aan de wedstrijd. Het loopt binnen no time weg van een Limburgse concurrent. Het staat 0-3 en dan is er eigenlijk nog weinig aan de hand. Maar dan moet Lions wel scoren. En dat blijkt lastig. Vooral als dit soort kansen er niet in gaat. Kappel staat weer in de weg. En ook de paal en lat frustreren de Lions in de beginfase. En tot overmaat van ramp lukt bij Volendam wel alles. Hier de volgende misser, nu van Kittel. Zijn schot raakt de buitenkant van de paal en Volendam kan er dan uit. Jasper Adams scoort namens Volendam. Hij zou een ware plaaggeest voor de Lions zijn tijdens deze wedstrijd. En zo loopt Volendam schijnbaar eenvoudig weg van de thuisclub, die de achterstand zelf ziet oplopen tot 10 doelpunten met de rust. Want niets leek te lukken in de eerste helft. Hier is het Vernooy die mist. Zat totaal niet in de wedstrijd, de normaal gesproken zo belangrijke pion. De wedstrijd lijkt dan al gespeeld met de rust, maar Lions wil zich niet zomaar te kijk laten zetten in de eigen hal. Het begint aan een indrukwekkende opmars. Hier heeft het een beetje geluk na die poging van Adams. Via Kittel en Mullens kan Verjans dan wat terugdoen. Robin Verjans wel te verstaan. Luc Hoyting, erin gekomen voor de tegenvallende Thijs van Leeuwen. Ziet de bal ruim naast gaan en dan komt de bal via Juri Verjans bij Marco Pejovic. En die staat helemaal vrij. En zo lijkt er misschien nog wel wat in het vat te zitten na die dramatische eerste helft. Juri Verjans neemt het voortouw, scoort hier ook. Maar het zijn vooral de jonkies, zoals Allen van der Wal, Ivo Steins en Martijn Meijer, die het in de tweede helft goed oppakken. En daar schrikken ze van bij Volendam. Dus neemt trainer Martijn Vlijm een time-out. Het verschil is nog maar 3 doelpunten. En na de time-out gaat Lions door. Martijn Meijer scoort hier een van zijn 7 goals. Hij zou ook de topschutter worden aan Geleense zijde. Kan het dan nog voor de Lions? Het publiek gelooft er weer in. Vooral omdat Volendam veel moeite heeft met scoren in die fase. Maar het zit de Lions niet mee. Het schot van Meijer teistert hier de lat en dan weet iedereen in Oranje hoe laat het is, want een halve minuut op de klok is te weinig om nog een resultaat te halen. En Jasper Adams scoort nog maar eens voor de zekerheid en Lions laat een geweldige kans lopen om kampioen te worden. De ploeg van Rietbroek en Kanton laat het liggen in een catastrofale eerste helft. Ja, we stonden in de dekking niet als een team. En daardoor vullen we snel gaten en dan proberen we... In plaats van geconstateerd degelijk aan te vallen, proberen we zo snel mogelijk aan te haken. En daardoor maken we wel veel fouten en spelen we zo Volendam met elkaar. Tweede helft herpakken voor ons. We hebben ook in de rust gezegd van ja jongens, wat doen we hier? We willen hier ook niet afgeschoten worden. We kennen een helft spelen, er is altijd een kans. En ik denk dat we uiteindelijk nog heel dichtbij gekomen zijn. Ja, de Lions. Klaar voor de derde wedstrijd, Erik Dinksen. Ik denk het wel. Hebben ze nog een kansje, Dinksen? Jazeker. De kans hebben we dit jaar om tegen Volendam een keer de finale om de titelstrijd te kunnen winnen. Hey Erik, want ik kondigde dit net ook aan als Koos werkeloos. Je hebt een bizar jaar achter de rug. Dat kan ik wel zeggen, ja. Ik denk wel dat ik in een jaar tijd 3 jaar ouder ben geworden. In ieder geval, er zat nog niet veel grijs haar op. En het begint nu toch langzaam eens in de spiegel een keer duidelijk te worden. De worst hier, wanneer wordt dat? Een maand of 3-4 geleden? Ja. Weet je nog wat ik toen tegen je zei? Nee, help maar eens. Het is altijd makkelijk als dat ze er slecht goed zo. Dat is al een stuk bijgetrokken, vind ik. Nee, ik vond dit er heel erg meug, vermoeid uitzien. Ja, het heeft ook heel veel energie en kracht gekost. En... ja, als ze dan op het einde het project neer tot een goed einde kunnen brengen, dan deed dat ontzettend pijn. En,
Ja, ik zat ook met heel veel emotie in. Mijn club, de club waar ik 9 jaar geweest ben, waar ik heel veel mooie momenten speler, met gemaakt heb. Commerciële zaken en dan nu technisch directeur, ja, sportdirecteur. Assistent-trainer geweest. Assistent-trainer geweest, ja. Dus deed ik toch wel gehad. En toch de club was er een carrière op afgesloten. Nog 3 fantastische jaren als speler. Wacht, noem heel even voor de mensen toe die niet helemaal op toe. Even het seizoen, lessenseizoen. Doornemen dicht bij sportdirector. De hubs in de zomer het je mogen proberen het elftal, ging er weer een paar weg te moois verjongen. Ja, in feite is het zo dat ik 2,5 jaar geleden gevraagd word om technisch directeur te worden. Daar heb ik toen met hart en ziel een jaar op gezag. Geprobeerd er een kleine verandering in te brengen. Ik wist dat het financieel moeilijker is, zoals de Limburgse clubs het ook moeilijk hebben. En dan geef ze dus de oplossing of minder spelers of goedkopere spelers. Dat het dus ook jongere spelers. Nou, dat tweede hebben we voor gekozen. En de week zijn we gegaan en het eerste jaar wordt dat heel succesvol nog wel, met de 4e ronde beker. Aan het einde van het seizoen heb ik 2 spelers mogen verkopen voor 3 miljoen. En door eigenlijk geen andere spelers weer teruggekregen, omdat weer de gaten die gevallen worden met de bouw van het stadion en hokken, hebben we moeten opvullen. Met het elftal wat er toen stinkt, zijn we de competitie gegaan. Ook vol van overtuigd dat die kwaliteit goed genoeg zou zijn. En aan het einde van de rit... Ja, dat geeft me nu iets te snel, dus, ik snap dat wel, maar... Onderweg heb zich als sportdirecteur die vriend toen, Erik van der Leur en andere, de 2 trainers moeten ontslaan. Peter Ubella, ja, klopt. Peter Ubella, wat hij gewoon niet in de koude kleren uiteraard nee, is gaan zitten. Nee, maar dat is als ze hoog in de boom zitten, moesten de keuzes maken of als ze directeur bent. Ja. Dan moest ze beslissingen nemen. En die neemt ze beslissingen niet voor zichzelf, want ik heb geen aandelen allemaal in Arke. Maar die neemt ze beslissingen voor de club of voor het bedrijf. Ja. En dat zijn dan harde beslissingen. Ik kost me niet verplaatsen in dich voor die beslissing te nemen. Wat ik heel raar vond, is dat ze een bepaalde weg inging. Ze hebben te ver gezien met Hiballa en Van der Leur, meer de Nederlandse voetbalschool. Ja. En dat niet werkt. En dat ze dan precies 180 graden de andere kant op gijs. Met Funkel, de oude Oost-Duitse voetbalschool. Nou, de Duitse voetbalschool. En dat was eigenlijk... Achteraf gezien kun je zeggen dat we geen goede zat. Want het heeft niet gefunctioneerd. Maar op dat moment, nou, met 7 wedstrijden, 3 punten, ik geloof of 1 of 2 goals gemaakt hebben tot dan toe. Zoek ze nou een oplossing, nou dit trainersduo van de Leur en de Hiballa. En dan is het eigenlijk de man die de grootste brok aan ervaring heeft op de markt. Ja, en daar heb ik me dan op gestort. En daar hebben we dan samen als club allemaal ook een beslissing genomen. Ik zeg van ja, dan moet er verdedigd om pakken. Het gaat er nou niet beter. Best zich dan daarop afgerekend? Nou, ik denk dat ze de kinderen de trainer ontslaan. En dan, als het dan nog niet beter gaat, dan kunnen ze nog een nieuwe trainer aanstellen. En dan beginnen ze toch langzaam aan de stoel waar ik nu op zit te zeggen. Want dat is gewoon het feit. De moest presteren. En dat werd zich ook in topsport. Als ze voor in de goal in de spits speelt en de scores niet, dan houden ze zich goed. En dan mochten ze de volgende wedstrijd nog een keer beginnen. En dan de wedstrijd ten als hij een invaller dan scoort, ja, dan ben ze weg. En dat werd ze. En dat is topsport. En dat hoort to be. En ik heb in mijn carrière ontzettend veel gewonnen. En nu heb ik verloren. Ja, maar even terug naar die clubje. Want zo is het. Alemannia AG is gewoon die clubje. Die ging ze ooit in de herfst van die carrière her om afscheid te nemen. Ja, het was al bijna winter. Hè, ja. Die ze maar dan hebben ze gewoon 3 fantastische jaren als voetballer nog gehad. Bok, de was razend populair nog. In Aken, de beste nog bij de club gebleven. Mensen dragen dicht allemaal op handen. Daar hadden ze het over emoties. Ik ben wel benieuwd welke emoties gaan er allemaal door de geren. Welke mensen zijn er dan speciaal? Of? Nou, de maak is natuurlijk wel. Als het groot gaat, dan is de cirkel om de geren een stuk groter. En op het moment dat het slechter gaat, dan wordt de cirkel kleiner. En er blijven eigenlijk maar een paar lui om de geren over, die eigenlijk ook al 10 of 15 jaar geleden om de geren waren. En dat is weer, gaat wat 6 mensen weer de bieleert. Dat ze heel veel schouderkloppers hebben. Ja. En dat ze op de hand ongeveer kind aftellen, de lui. Wat ze eigenlijk op kind vertrouwen. En die ze s'nachts kind bellen. Dat is het en mooie ze met een lekker band langs de autoweg steeds. Zeg, dat is het mooie ook van topsport, vind je? Ja, en dat is, ik denk ook niet alleen van topsport. Dat is gewoon in het algemeen in het leven zo. Ja. Als iedereen om misschien eens nadenkt van, wij zijn een echte vriend. Ja, die kind, geen slechte die, tijden dat zijn er niet zo echt veel. En die moesten een eer houden. Ik heb zo waardig afscheid genomen, neem ik aan.
Ja, ik heb een wit vuil papier gekregen waarop mijn kundigung sting. En dat heb ik ondertekend. En ik heb op een goede manier proberen... Ja, maar ik bedoel naar de collega's. Naar de... Tuurlijk. Dat probeer ze professional voor te zijn. Op mijn manier heb ik dat gedaan. We hebben de laatste zes wedstrijden, heb ik zelfs nog meer op de bank gezeten. Omdat ik toch het gevoel had, we kunnen het nog holen. En het heeft net niet genoeg geweest. Laatste wedstrijd in München. Veel winnen. Maar onze concurrent Karlsruhe moest tegen de Frankfurt, die al gepromoveerd waren. En een gelijk spel zou voor ons genoeg geweest zijn. Als Frankfurt. Frankfurt tegen Karlsruhe gelijk gespeeld ook. Ja. En veel wonnen in München. Ja, en beschrijf dat het. Jij won in München. En veel won in München. En we speelden echt een goede wedstrijd. En wat dacht ze? Dan best dus aan het wachten op het resultaat. Tegen de dingen in het oor zitten wat... Nou, voor hebben de tegenwoordig die smartphones. Dan hebben ze meteen al alle uitslag op de minuut of op de seconde. En dan zorgen we van, oké, er gebeurt niks. Karlsruhe staat 1-0 voor en Frankfurt maakt geen goal. Dus dan gewoon de minuten weg en dan was gek. Want Pius ging het goed en ik denk, goh, verdorie klootzakken. Help eens nu een keer. Aarschlugger. En het mocht niet zo zijn, maar... Wat gaat er dan door de G op zo'n moment? Als ze wets van... Want ik denk dat zich de laatste wedstrijd en wees van... Oké, we gaan naar die derde divisie. Terwijl eigenlijk het grote doel nog steeds de Bundesliga is. We gaan naar die derde divisie. Wets op dat moment ook van Mine Titi is voorbij? Ja, ik wist 3 weken van tevoren al dat het afgelopen was, ja. Wat gaat er dan door de geer op dat moment? Dat ben ik wel. Dat lijkt me heel raar, heel dubbel. Leegte, teleurstelling, gefrustreerd. Mm. Een woede gevoel. En dan, machteloosheid ook een beetje. Ja, omdat ze toch op het veld hadden weer de kost voor toch nog een beetje invloed hebben. Op de medespelers, op de tegenstander, op de scheidsrechter. En daar zit ze aan de kant en dan mogen ze af en toe gaan op het veld oproepen. Maar als er 30.000 man zitten, is dat vaak, komt dat niet aan. En dan ben je toch gaat weer aan. Dan hebben ze niet echt de totale controle. Nee, dat is moeilijk te accepteren soms. Ja. Ja, ik vind het een mooie uitdrukking zeggen, want die kan ze pas echt winnen als ze ook verloren hebben. Ja, want dit wordt een deftige nederlaag. Ja. Een deftige nederlaag. Een truintje gelaten? Ja, gelukkig. Ja. Ja, want dat werd ook bij mij. Ik ben heel emotioneel. Ik kan ook ontzettend blij zijn. Heb ik nooit gemerkt, die trots. Nee, maar als ik wie maandag ben ik bij Pinkpop. Ja, daar kan ik van genieten. Dan zit ik ook te lachen en te kieken. Wat voor gekke lui dat daar rondlopen. Maar is dat dan ook iets waar ze alles nog even een plaats met kunnen geven, afstand nemen? Oh, daar ben ik nu nog zeker nog mee bezig. Want ik denk dat de geest en het lichaam nog wel gaat rustnodigheid. Want Maurice, ik wil echt stikkenpot. Wie merkt ze dat dan? Dat ze dat bed niet doet, Kums? Nou, ik slaap inmiddels heel goed, maar ook heel lang. En dan, wat ze zegt... Wat, bedoel, wat is dit kapot? Dat ze zich ellendig voelt? Of, ja, er best een zeukje. Er best eigenlijk een zeukje naar wat heb ik fout gedaan? Of waar is het fout gegaan? Of wat hadden we anders moeten doen? En waar, de zeukje eigenlijk eerst nog, wat heb ik zelf allemaal niet goed gedaan? En dan misschien over een paar maanden... Wat heb ze allemaal niet goed gedaan dan? Ja, achteraf gezien heb ik misschien niet 3 Nederlanders bij Auken moeten laten spelen. Dat niet goed gewerkt. Dat ze toch een truc met de Duitsers hadden weer, Sibum en Waterman. Ja, dat toch die Nederlanders gaat bijeenklitten. En dan die Duitser-Nederland, dat klikt op de een of andere manier niet. En, dat zijn toch het dingen wat ze dan over nadenken. Voor wat is dat niet gelopen? Of had ik een andere keuze moeten maken wie de tweede trainerskeuze? Ja, dat weet ze niet. Ja, dat is achteraf. En ik denk dat elke manager of directeur leert van fouten. Alleen ik heb ervan geleerd. En ik heb ook meteen mijn ontslagbrief gekregen. Dus ik kan het niet meer omzetten in een verbetering, laat ik zo zeggen. Viel dat dan tegen dat ze de ontslagbrief kregen? Ja, van één kant vond ik wel. Ik vond het moment niet echt top. Dat wordt 3 weken voor, zeg maar 3,5 weken voor de laatste wedstrijd. En we kosten het nog holen. Dan geeft ze ook een teken af richting de groep. Want het komt meteen in de pers. En dus de jongens zeggen, wat is dit, Erik? Hebben ze al opgegeven? Ik zeg, ja, maar echt dan niet. Ik zeg, goh, we doen er alles aan doen. En het is ze moeten het gewoon te pakken. In een gesprek, einde bijen? Ja, dat vond ik wel chic. De afzichtsraadsvoorzitter, wie dat in Duitsland heet. Dus de hoogste man in de Raad van Toezicht. Die had een gesprek met mij gehad en het verteld, oké, het vertrouwen is niet 100% meer. Dicht. Ik zeg, nou, dat is juist als wie ik getrouwd ben met Sandra. Als dat vertrouwen niet goed is, dan gaan we er aan werken. En als dat niet werkt, dan moest ze een keuze maken. En dan moet iedereen een andere weg gewoon. En dat is dat bij de club ook.
Oké. Vul dat alsof het standbeeld zeg maar, in Aachen naar beneden is gehaald? Nee. Nee. Ze vult zelfvertrouwen hebben we nog wel. Ja, gelukkig. En je hebt gezien wat een oude man als Bruce de Bos nog teweeg kan brengen op Pinkpop. Dus, fantastisch. Ik heb echt genoten. Ik zocht de man stoel en hij pakte de jongen op de shower alsof het niks was, of het een vleeg was. Gewoon een 10- of 11-jarig jongetje zet er even te letten nog een liedje zingen. Ja, het was een show, het was geweldig, het weer klopte. Er was een lekker glaas brandbeer. Kreeg hij weer percentage. Ik heb friet gegeten, een lekkere pizza. Ik heb gewoon, ja, ik woon een kwajong op het veld hoor, met zo'n roze muts op en een roze bril op. Die heb je genomen wat ik mijn hele leven al ja, doe. Ik vond het leuk, ik was er nog nooit geweest. Ik heb er echt van genoten. Nou, wij gaan dan nog verder genieten van Erik Meijer, want zoals gezegd, het is een Erik Meijer special. Maar we gaan er nu even tussenuit voor de reclame. Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep.